Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minute met een nieuwsupdate voor vandaag, 10 december 2015. Dus het bulletin van donderdag. Vandaag heb ik helaas nog minder tijd dan gisteren. Daarom herhaal ik vandaag de eerste uitzending die ik in april via de zenders in Kall in Duitsland deed. Op de korte golf, toen nog in de 49 en de 41 meter band. Vandaag dus helaas ook geen contestia en mossenoefening. Morgen heb ik weer meer tijd. This is the Emergency Radio News Program for Wednesday, April 1st, 2015. My name is Peter John. Shortwave broadcast station Global 24 seems to have reappeared from its ashes. The station went down a couple of weeks ago, but returned back on the air last week from the original location at WRMI near Miami. And this is new from a European location in Bulgaria. Slushcan TV from outer space will be active in the weekend of April 11. This according to southgatearc.org. Callsign will be RS0ISS and transmissions will start as of 10 o'clock UTC on Saturday in the weekend to commemorate the anniversary of Yuri Gagarin being the first human in space. This was on April 21, 1961. Frequency will be as usual from the ISS 145.800 and SSTV mode will be PD180. The ITU recently deployed emergency telecommunications equipment to Vanuatu after devastating cyclone Pam, a Category 5 tropical storm, hit the archipelago on March 13. 40 satellite phones were dispatched, 10 broadband global area network terminals and 35 solar panels to the island nation to support relief coordination efforts. The island nation and its neighbors that were also struck have been the location of numerous de-expeditions. April 18 will be World Amateur Radio Day. April 18 in 1925 was the establishment of the International Amateur Radio Union, IARU. Most important objective of World Amateur Radio Day is to let amateurs promote the hobby and to show the world the advantages this hobby can have for countries as well as communities. Some of the expeditions. Golf 3 Zulu Victor Whiskey will be QRV from Ascension Island from April 9 until April 21 as Zulu Delta 8 November. Details will be all HF bands using CW, SSB and RTTY with 100 watts in a wire antenna. Juliet Hotel 3 Lima Sierra Sierra will be QRV from Bhutan from April 30 until May 6 as Alpha 52 Lima Sierra Sierra. Bands will be 80 to 6 meters using CW, SSB and digital modes. Both have been on these locations before. So far for the English part of Emergency Radio today, we are daily on 1700 UTC on both 6005 and 7310 kHz with a rerun the next day at 800 UTC on 7310 kHz only. Our mail address is Delta X-ray at xraydeltavictor.mikeecho. Lima Alpha 3 Zulu Alpha schrijft op amateurradio.com een artikel over een bijzondere mogelijkheid in Noorwegen. In de VS is het toegestaan om onder een bepaald zendvermogen, dat is heel weinig, 100 milliwatt in dit geval, op de middengolf uit te zenden. In Noorwegen bestaat ook zoiets. Daar mogen de leden van de Noorse radiohistorische vereniging op 216 kHz in de lange golf in AM uitzenden met een maximaal zendvermogen van een half watt. Deze frequentie was tussen 1954 en 1995 in gebruik bij een zender van 200 kilowatt. Dat is een bescheiden vermogen op de lange golf, 200 kilowatt. En dat was net ten noorden van Oslo. Misschien moet er ook in Nederland zoiets komen als binnenkort de laatste grote middengolfzenders de stekker eruit trekken. Dan kunnen hier de radiohistorische verenigingen ook zelf een uitzending verzorgen waar ze nog mee kunnen testen. De VHF en Hoger Commissie van de Veron wil graag feedback van gebruikers van de betreffende banden over de website en de rubriek over deze frequenties in Electron. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe website. Vind je dat een onderwerp dat jij een warm hart toedraagt op de pagina's in Electron of op de website ontbreekt of misschien te weinig aandacht krijgt, dan is dit het moment om dat aan de commissie te laten weten. Wat is goed en wat is misschien niet goed? Maar belangrijker nog is misschien wel, hoe kunnen we de activiteit op de VHF en hoger vergroten? Heb je daarover een suggestie? Reacties hierover zijn zeer welkom op vhf-n-hoger@veron.nl. Dus Victor Hotel Foxtrot, Echo November, Hotel Oscar Golf, Echo Romeo, @veron.nl.
Als je naar de VHF-dag komt op 25 april, dan kun je het uiteraard ook daar laten weten. Emergency Radio is er iedere dag om 1700 uur UTC op zowel 6005 als op 7310 kHz. In respectievelijk de 49 en 41 meter band met een heruitzending de volgende dag om 0800 uur UTC alleen op 7310. Je kunt de uitzendingen mailen op Delta X-ray, apenstaartje, x-ray, deltavictor.mikeecho. Tot zover Emergency Radio voor vandaag. See you tomorrow. Dit was een herhaling van de eerste uitzending die ik op de korte golf deed in april van dit jaar. Dat was nog in de 49 en 41 meter band.